Weet jij hoe je uit gras goud kan maken? Puur goud? Nou, dan maak je boerenkaas. Nederlandse boerenkaas. Dat is me een uitvinding. Om te beginnen, als je kaas proeft, welke kaas ook, en er zijn fantastische kazen bij, dan smaakt een kaas meestal tot hier. Maar een boerenkaas, die smaakt tot hier helemaal. Zo'n enorm bereik aan smaken krijg je in je mond van echte Hollandse boerenkaas. Die kaas, die is nooit warmer geweest dan pakweg 39 graden. Alle enzymen die die koe heeft meegegeven, die zitten nog in die kaas. Dat merk je, dat proef je, dat geeft een rijkdom en een grootheid. Dit schittert toch gewoon als goud in het licht. Deze boerenkaas, ja, vroeger deden ze helemaal niks aan die kaas. En in Nederland, speciaal in Nederland, slaagden wij erin om kaas zo zuiver te maken. Zo prachtig te melken, die koeien goed schoon te krijgen. Daar hadden we een leger van keurders voor. Keurders die waren ingesteld om overal te kijken of de boerderijen goed genoeg waren. Zuiver genoeg waren, alsof ze het goed gepoetst hadden. En dan kon je proeven aan die kaas. Eigenlijk kon je iedere boerderij terugproeven aan iedere kaas. Maar niet het vuil van de boerderij, maar de liefde van de boerderij. Nederlandse boerenkaas hoort bij het allermooiste wat er op kaasgebied in de wereld is. Neem dat nou maar voor mij aan. En ga nou eens heel gauw ergens een stukje echt goud kopen.